Goedemiddag, mijn naam is Koen. Ik werk in de Hanenprei op afdeling De Breevaart, somatische afdeling. Ik heb daar super naar mijn zin. En ik heb ook mijn collega Martin hier bij me. Hallo, ik ben Martin. Ik werk ook in de zorg. Ontzettend leuk, samen met Koen. Ik werk op een afdeling met niet aangeboren hersenletsels, ja. NAH. Ook super naar mijn zin. Enorm naar mijn zin, ja. Hartstikke leuk. Ja. Hier beginnen we onze dag. Hans Koen wel. Voornamelijk ik. Ja. In onze teampost. Teampost. Computers lezen we elke dag de rapportage van de afgelopen dag en nacht. En zo beginnen we de dag. En met koffie. Met koffie. Vooral altijd koffie. Zo, dit is mijn afdeling. Dit is het baken. Baken is een afdeling met niet aangeboren hersenletsels. Mensen wonen hier individueel. En we hebben hier twee huiskamers. Twee huiskamers waar wij elke dag gewoon met de mensen gezamenlijk het eten klaarmaken. En ook koken. Dus dat is berengezellig. Hier is een grote huiskamer hier zo. Hier zitten de mensen ook. Dat is leuk. En we hebben het ook huiselijk gemaakt hier zo. Dus we hebben een bankje waar we lekker met z'n tweeën kunnen gaan zitten. Dan kan ik ook een beetje uitleggen waarom ik nou de zorg in ben gegaan. Ik ben de zorg in gegaan. Ik was winkelier. En na verloop van tijd was ik die commissie helemaal zat. Ik wilde gewoon... Werken met mijn hart, met mensen werken. Vanuit jezelf, met je hart. Maar, en dat doe ik nou. Ik heb een opleiding gevolgd en ik vind het fantastisch. Ik had het veel eerder moeten doen. Ja, super. En jij? Ja, ik ben ook in de zorg. Hoe ben ik in de zorg gegaan? Uiteindelijk wel omdat ik het contact met de mensen zo leuk vind. Ik heb nog een jaar in het ziekenhuis gewerkt. Vond ik niet heel erg leuk. Het contact met de bewoners miste ik daar. Die mensen gaan daar gewoon weg. Je bouwt niks op. En nu heb je echt contact. Super naar de zin. Ja. Echt contact. Ja, dat is zeker. Je hebt hier echt contact met mensen. Je bouwt een band op met elkaar. Inderdaad. Daarom. Dat is leuk. Dat is erg leuk. Zeker. Mooi. We zijn hier op de brug van de Hanenprei. Het heet toch de Vide? Ja, ik noem het altijd de brug. Want de Vide snapt toch niemand en iedereen begrijpt brug. Ja, daarom. En brug van blok 1, 2 naar 3. Precies. Het is best wel een groot stuk dit. Maar laat ik even zien waar je op uitkijkt. Een schitterend uitzicht. Dat is de IJsseldijk. En hier kijk je gelijk op onze binnentuin. De binnentuin is schitterend. Die hebben konijnen en kippen. Prachtig. Nou, Koen, die zit hier al. Geef jou even de camera, Koen. Helemaal goed. Waarom? We kunnen even rustig zitten. Een groot pand. Hoop zorg wordt er geleverd. Ja. En hebben we daar genoeg mensen voor in de vakanties? Niet altijd. Dus ik zou zeggen... Kijk op zorgpartners.nl en wees welkom. Want wie wil er nou niet met ons werken? Die wil altijd met ons werken.